Dit was een prachtig bezoek, waarbij begon bij de duurzaamheidsfabriek, Wordt Leerpark. En wat ik daar heel mooi vond was om te zien hoe kun je nou jonge mensen die kiezen voor de techniek ook stimuleren om daarvoor te blijven kiezen. Nou, dan moet je het ook een beetje sexy maken, dus je moet ervoor zorgen dat deze jonge mannen en vrouwen werken met modern spul, niet met oude troep. Dat lukt daar, daar heb je bedrijven voor nodig, die bedrijven leveren dat. Dat is weer heel belangrijk omdat het ook zorgt voor meer mensen in de techniek en die heb je nodig, hè, goed opgeleide vakmensen. Nou, toen natuurlijk die prachtige binnenstad, die mooie zaal gezien waar in 1572 die concurrerende statenvergadering plaatsvond. Kijk, het was ook echt een bezoek niet alleen aan Dordrecht, maar ook aan Drechtstede. En onder andere gekeken naar, eerst trouwens naar de spoorzone, probleem daar. Wat zou je nou moeten doen? Dat is ook een heel groot project, maar je moet een keer beginnen met die discussie. Om die grote veiligheidscontouren, waardoor er niet gebouwd kan worden, en dat landschap een beetje verrommeld. En er liggen enorme mogelijkheden. En toen uiteindelijk naar Koedood, hier dit schitterende bedrijf, wat uiteindelijk ook echt een voorbeeld is, denk ik, van een klassiek familiebedrijf wat innoveert. En in staat is om dus in te spelen op de toekomst en het belang van vergroening, ook in de binnenvaart. En mooi om hier te zijn. Dus het was echt een heel geslaagd bezoek aan een regio die inmiddels wat meer ook aan de weg timmert in Den Haag. Hè. Jullie zijn veel zichtbaarder. Het is hier goed leven. Het moet hier ook goed leven blijven. En dat zou de regio willen toewensen. Dat die ambitie, en dat voel je hier. Hier zitten burgemeesters en stadsbestuur die ambitie hebben. En die zeggen, joh, er zit heel veel goeds in deze regio. We komen niet zeur in Den Haag. Maar we denken, als we een paar dingen slim doen, zo heb ik het vandaag begrepen, dan kunnen we nog veel meer uit die regio halen. En dat gaat uiteraard ten voordele van de mensen die er wonen. Daar doe je het voor. We zitten hier niet voor onszelf. We zitten hier natuurlijk allemaal om te zorgen dat die honderdduizenden mensen die hier wonen een mooi leven hebben.